Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek met. Vandaag heb ik een hele leuke, interessante, bijzondere gast. Kijk eens aan, hè? Dat is een hele goede <laughs> introductie. Want vandaag heb ik de gast Soe Lille Blinker. Heb ik het goed gezegd? Heel mooi. mooi. Het klinkt. Welkom. Ja. Want ik kan u vertellen, kijkers, er is een geschiedenis achter deze naam. Laten we alvast uitvinden wat die geschiedenis is. Wat betekent Soelile? Nou kijk, Soelile is een Zuid-Afrikaanse naam. Um, eigenlijk gegeven door indirect Dobro, aan mijn vader. Ja, heeft Sabi. Mm -hmm. En uh, Soe betekent zon, li betekent klein, li betekent hemel. Dus het is ster in de hemel en ook reiziger. Dus vandaar dat ik zo ook zit op de manier waarop je het zegt. Want als je het anders zegt, verkracht je mijn naam eigenlijk. Dan verkracht je eigenlijk de betekenis ervan. Ah, pas begrijp ik. Want iedereen die het verkeerd uitspreekt, krijgt op zijn donder. Eigenlijk wel, ja. <laughs> ja. ja. Maar heb je ook het gevoel dat je dat bent? Een sterretje aan de hemel dat reist. Ja, qua, qua licht wel. Like, um, ik heb het gevoel en de manier waarop ik ben na zoveel jaren. Merk ik dat ik altijd um, iets heb met light, licht, uh, liefde. En tegelijkertijd ook donker. Want mm -hmm. zonder die donker kan je het licht niet herkennen. En om het te vertalen in gewoon mensentaal, is het eigenlijk um, altijd het licht zien in mensen en altijd iets zien in iemand dat ik eigenlijk um, de moeite waard vind om aan te werken. Mm -hmm. Zodat het. Uh, nog veller gaat schijnen. Want ik vind, als jouw licht schijnt, schijnt mijn licht ook uh, veller. Wow. Dus... Vele mensen zien dat niet in. Hè? Want zij denken, als jouw licht schijnt, wordt mijn licht dof. Maar dat zeg jij niet. Ja, nou, maar eigenlijk die mensen kan je niet kwalijk nemen vaak. Uh, het heeft te maken met ervaringen, uh, hoe je het leven inziet. Ik ben ook niet altijd, ik ben ook niet altijd positief. Mm. Maar dat is ook niet goed. Want ik bedoel, dan is het vet nep. Ja. Weet je, het is net als een relatie waarin uh, alles goed is en je wordt nooit uitgescholden. en mm -hmm. heeft geen zin. Dat zou saai zijn. Ja, ja, ja. Ja, wel een beetje troebel in het water. Yeah, yeah. But for everyone, het um, is iets dat je moet beseffen op een gegeven moment. Ik denk dat het ook te maken heeft met uh, wat je focus is in het leven. Ja. Mijn focus is creëren, mooie dingen neerzetten. Uh, als ik mensen ontmoet, vind ik het belangrijk om een echte connectie te hebben. Alles is het vijf minuten, twee minuten. Ja. You know? ja, ik heb gezien dat er ook een connectie is tussen ons. Jawel, zeker weten. <laughs> <laughs> Oké, okay, is bekend van, um, zij is tenminste de oprichter van Platform Support Suriname. Is een platform waarvoor? Mm. Nou, het is een stichting dat uh, eigenlijk uh, ontstaan is door een um, in 2014, toen ik een campagne Mijn Revolutie is. En het ging om eigenlijk, ik was pas in Suriname en ik had zoiets van, kijk als je hier komt dan, um, dat is wat mijn oma altijd zei, je moet met één voet instappen en dan beide. En mijn ene voet was eigenlijk onderzoek doen naar wat is er in Suriname qua talent. Weet je? Dus uh, het was eigenlijk een kweekvijver uh, laten ontpoppen en kijken wat er is. Want je kan ideeën hebben en, 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 en creaties willen neerzetten, maar als je het niet hebt, dan bleef je daar met je idee. <laughs> dus dat was mijn leven. de Eerst toen is Platform Support uh, Suriname uh, begonnen. En in de vijf jaar nu, we gaan nu naar het zesde jaar, is het eigenlijk een hele evolutie geweest van talent. Um, het gaat niet alleen om poetry, het gaat om performance art. Het gaat om uh, talent zien, talent ontwikkelen, talent ook profileren via events en talent bewust maken van de ondernemerschap erin. Ja. Want we moeten werken in het hele Caribisch gebied. Als je checkt, CARICOM, wordt er heel veel <coughs> geld geïnvesteerd in de creatieve industrie. Ja. En de creatieve industrie is iets heel breeds. Dus daar, dat is ons, uh, ons, uh, ons doel, uh, Platform Support Suriname. Ja, ja. En we kennen vanuit het platform uh, Support Suriname Poetry and Beyond. Ja. Dat is dus eruit geboren. En we hebben een paar edities meegemaakt en ook een paar. Geweldige artiesten die de, daaruit zijn voortgekomen. Ja, het is, het is mooi om, te, om de revue te passeren. Kijk, naast Poetry and Beyond had je dingen als comfort zone, je had andere kleine dingetjes mm -hmm. om in het visier te blijven. Maar onze queen is Poetry and Beyond. En Poetry and Beyond is eigenlijk ook ontstaan door een gebrek. Mm -hmm. Ik moet erbij zeggen, het, uh, mijn dank is nog steeds aan Loes Trussel. Want uh, die belde me een keer op en zei van Zo, Lille, ik heb een project en ik wil iets doen. Dat had te maken met Save the Mangroves. Mm. En toen dacht ik van, hé, hey, waarom doen we niet uh, iets met poets? Uh, dat is de beste manier ook om een boodschap uh, uh, de wereld in te gooien. Uh, dat behapbaar is. En ik was toen de tijd ook bezig met de groep Kokkelampoe, ja. Dat nu nog steeds bestaat. Ja. Ja. Um, en toen is Poetry and Beyond ontstaan in Tori Ossel. Mm. Ik moet ook Tori Ossel danken dat ze altijd uh, dat ons de plekken begeven. Daar is een bepaalde sfeer dat niet... Ja. Uh, niet te vervangen is, you know. Um, en toen zijn we gegroeid Ze waren we on stage een keer. En dat was echt, dat was over erotiek en dat was echt iets dat is Suriname zoiets van, nee hey, maar Suriname is niet klaar voor. Maar dat was de eerste show die van tevoren uitverkocht was. Ja. Yeah. Mm -hmm. en um, het ging ook om taboebrekende brekende dingen en eigenlijk in woordkunst gaat het niet echt om wat je ziet. Er zijn zoveel tentakels en invalzoeken. En Poetry and Beyond heeft de kansen gegeven aan heel veel mensen, om mij heen zie ik mensen, die uh, kunstenaars zijn, uh, iets hebben in hun dat ik denk: van, hmm, als we eraan werken, als we het een beetje begeleiden, als je uitdaging krijgt als kunstenaar, is het altijd heerlijk om iets te doen. Mm. En de uitdaging was altijd thematisch. Weet je, dus. Elke editie had een thema. Save the mangroves hadden we. We hadden gestemd en nu, mm. dus dat was na de verkiezingen. Mm. Uh, we hadden erotiek, we hadden um, Let Your Light Shine, uh, we hadden Vaders. Mm. Dat was echt een goede. Maskers hadden we. Mm. En de laatste was onze verhalen. En deze is familie. Ah, ja. Familie. Ja. En als je het hebt over ja. mensen die uit voortzakken komen, uh, zijn heel veel namen mm. hoor. Uh, ja. Benjamin Faya. Vanaf het begin, weer, um, uh, um, Dominique Ravenberg. Um, die was ook bij Brookie al bij mij. Revolutie is. Uh, we hebben mensen als uh, Obed Kanapé was ook vanaf het begin. Uh, Emmanuel Sanfisi hebben we. We hebben nu Koloko die Weekend talent show heeft gewonnen. Um, en zo heb je een aantal mensen die ook niet altijd op het podium, maar soms in een bedrijf. Simone Urujukawa ook een hele sterke factor nu bij Fernandes hoor ik. Weet je? Dus het zijn mensen die niet alleen op het podium schijnen, maar qua persoonlijke development, persoonlijke ontwikkeling, zie jij dat iets daaruit is gekomen. Ja. En dat is mooi om te zien. Perfect. Inderdaad, want uh, ik heb een paar ook mogen meemaken en ik denk, oh my god. Is, is daar ook spoken word uh, begonnen of was het er al in Suriname? Nou kijk, het was er eigenlijk al, maar het, 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 het beestje had geen naampje. Uh, men moet weten dat bepaalde dingen spoken word. Wat ik ook vaak zie, en ik wil het bij deze echt corrigeren. Mensen die dat boeken en op flyers, zie ik spoken words. Het is spoken word. Mm het -hmm. is spoken word, dat, dat, is, dat, is, dat is de titel mm -hmm. ervan. En het gaat om theatraal dichten. En het mooie van deze editie is: ik heb mijn tutor, eigenlijk mijn spoken word uh, leraar, die komt dit keer, Babs Gongs. Hallo, Babs Gons hier met een geweldige mededeling. Want ik zit nu nog in de kou in Nederland. Maar op uitnodiging van Cyrille Blinker, Platform, Support Suriname, sta ik 1 februari bij Poetry and Beyond in Theater Thalia. Ik neem mijn verhalen mee. En samen met andere geweldige performers gaan we daar een avond doen rondom het thema familie. Ik hoop iedereen. Die ik ken en die iemand kent, die iemand kent, die iemand kent in Paramaribo. Dat jullie allemaal komen met je zus en je nicht en je tante en je oom en je vrienden en je buren. En dat we er knalavond van gaan maken. Tot daar! En ik gun dit aan alle Surinamers die iets willen weten over voordrag, iets willen weten over creatief schrijven. Ze gaat terug naar de oorsprong van spoken word, wat eigenlijk ook belangrijk is, weet je? Want soms doen we dingen, maar we weten niet eens waar de oorsprong is. We weten niet waarmee we bezig zijn. Mm -hmm. um, dus spoken word in de laatste vijf jaar is het echt een begrip geworden, en ik ben er heel erg trots op. Heel erg trots op. Ik zie spoken word ook als um, als, um, als commodity, verdienmodel. In, 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 in de rest van de wereld zie je spoken word wordt vaak gebruikt in reclames. Mm -hmm. Kijk, uh, campagnes. Yeah. De verkiezingen komen eraan. Voorlichting. Dat ik denk van: nou ja, gezondheidszorg. Geef me een belletje. Weet je? Let's do this. Yeah. <laughs> um, we hebben ook dingen neergezet. Bijvoorbeeld met Wezen, Held en Meld met kinderen. Mm -hmm. Kijk, als je mij belt uh, met kinderen, issues of senior citizens, bied ik ba. Weet je? Maar. <laughs> Voor wat betreft deze editie van uh, uh, Poetry and Beyond met als thema familie, zeg je tegen mij is de laatste editie. En daar schrik ik van. Maar yeah. waarom? Ja, kijk, weet je, we zijn uh, mensen, we hebben bepaalde gedragingen die leiden naar wenning. Mm. We raken snel gewend aan dingen. Yeah. En ik als kunstenaar verzamel mens. I get bored, vaas. En als ik bepaalde toppen bereik, bijvoorbeeld mijn streven was altijd in Italia. Bam, dat is de ding. Nu zijn we in Thalia. Mm -hmm. En na negen edities, een zwangerschap duurt negen maanden. Yes. <laughs> en er is een nieuwe baby geboren. Mm -hmm. En die baby heet Strange Fruit. Um, en nog andere zaken. We willen meer gaan naar eigen producties. Als je kijkt naar, naar Poetry and Beyond, als je kijkt naar Coco Lampo, het is een evoluerende groep. Het is nooit hetzelfde. En dat is het leven. Ik ben iemand van, wil je meedoen? Let's go. Wil je niet meedoen? Oké, okay, next time. Wie mee wil doen, die gaat mee. Want ik heb geen tijd. Weet je? In tijd kunnen we zoveel dingen creëren. En, en ik denk dat de jongeren ook bewust moeten zijn dat het, het gaat niet alleen om... Oh, Sulile, mag ik optreden? Nee, you need to put in the work. If you put in the work, dan kunnen we creaties neerzetten. Als, als bijvoorbeeld Suriname zegt van hé, hey, we moeten naar de Filipijnen voor een show of we moeten naar Cuba. Dan hebben wij producties al, al in de koelkast. Cool dat we denken van hé, hey, jongens, we kunnen dit, 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 dit doen. En dat is mijn streven. Weet je, mijn streven is ook niet uh, get comfortable. You know, poetry and the art wordt nu comfortable. Ik wil nieuwe dingen. Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil diepgang. Ik wil met mensen werken die, 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 die ervoor gaan. Die niet zeggen van ja, maar ik heb geen tijd. Nee, je maakt tijd. Je doet dingen en dan, en dan ga je verdienen. En niet Als je iets tevoren. wilt bereiken, sorry, is time management belangrijk. Ja, tuurlijk. En ik bedoel, ik ben ook niet een ster erin. Maar omdat ik het doe, dan werk ik eraan. You know? Dus vandaar de laatste. Dus ik zou zeggen, al die mensen die steeds zeiden van: nou ja, ik kom nooit en ik heb nooit tijd. Laatste kans. Ja, is je laatste kans voor poëzieverbejaard. Ja. Maar om een tipje van de sluier te lichten, familie. Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want soms weet ik wat ik met mijn familie wil doen. Ja. <laughs> ik ook. <laughs> um, ik ga je heel eerlijk zeggen, kijk, um, ik zie schrijven uh, spoken word en performance art zie ik als therapie. Um, ik zie het als dingen waarmee je deelt in het leven en je gaat ventileren. En op dit moment zit ik en meerdere mensen in een fase waarbij ik deal met familie-issues. Mm. En wij allemaal hebben familie-issues. Het is en het blijft je familie. 50% vader, 50% moeder. Als je vader nou een grote, maakt niet uit, 50% van hem is in jou. Mm. En soms is het goed om stil te staan bij het besef. Kijken naar wat er is, kijken naar hoe het kan, kijken naar hoe het niet moet... Mm. Ja, en niet gaan zitten in het negatieve van, ja, mijn familie, maar gewoon kijken ernaar, want God heeft het aan je gegeven voor een reden. Yes. Weet je? En als we teruggaan naar familie, familie is niet alleen bloedverwant, familie is ook vrienden, mm -hmm. familie, we gaan ook naar familie van instrumenten, familie van woorden. Dus we, we, we hebben meerdere invalshoeken. En iedereen krijgt de uitdaging om dit op hun manier neer te zetten. En dan heb ik het over iedereen, bijvoorbeeld de Annie Wolf. Met zijn ensemble. We hebben het over Rochers uh, Suhawan. Dat is de Hindoestaanse klanker. Dat vind ik ook heerlijk met al die instrumenten. We hebben het over Lost Culture. Dat is een, een nieuwe groep met, met, met allerlei dansers die bij elkaar komen. Kijk, zulke dingen vind ik leuk. Want ik weet, je moet werken om er naartoe te gaan. Die krijgen dan een platform bij ons. Lost Culture onder leiding van Stefano Linkers. Um, en nog een andere. Goos, ik ben je naam niet vergeten hoor. Don't kill me. Nee. <laughs> en. Um, en zo heb je ook Coco uh, Lampoe. We werken nu aan een stuk. Uh, en het is, echt zo ma het is mooi om dat te doen. We hebben een, een nieuwe erbij. En, en het, het proces er naartoe, daar gaat het om. We hebben Babs Gongs. Zij is de bron als het gaat om spoken word. Zij heeft, uh, in 2018 heeft ze Black Achievement gewonnen in uh, Nederland voor uh, kunst en cultuur. Uh, ze, heeft, uh, al, uh, ze is naar Sudan gegaan. Ze is naar Zuid-Afrika gegaan, Curaçao. Ze heeft mij zelf opgeleid. Ze is master als het gaat om, om woordendans. En, en ik vind mensen moeten dat zien. Want als we het hebben over spoken word, moet je ook zien wie degenen zijn die dat ding echt doen. You know? Ja. Als het de laatste editie is, dan zullen de spetters er vanaf vliegen. Uh, als jij erbij bent, wel. En jij, dat bedoel ik. jij. Kijk, bij, bij ons gaat het um, uh, om een wisselwerking. Wij geloven erin dat de show ook veel beter wordt als de energie in de zalen dat ding doet. Dus we hebben elkaar nodig. Bij mij gaat het om, ja, yeah, the program is the shit. Ja, yeah, the program is the shit because you're the shit. And you're the shit omdat jij de tijd neemt om te komen. Jij neemt de tijd om, om te kijken naar mijn reclame. Dus daarvoor ben ik al dankbaar. Ik ben dankbaar voor al die mensen. Ook mensen die niet komen, hoor. Je hebt soms van die stille soldaten. Weet je, die die power geven. En ik wil bij deze iedereen bedanken daarvoor. We hebben daarbij ook uh, sieraden die we gaan verkopen. Bijvoorbeeld dingen in je haar. Ja, ja. Weet je, dat, dat hoort er allemaal nee, bij. Maar deze zelf. Ja. Coco Lampo Creations. Ja. Weet je. Je hebt echt talent ook hè. Het is veel. Ja, er is veel in mij. En, en ik, moet het, ik moet het kwijt. En ik wil het delen met de wereld. Ik denk dat als je talent hebt. En je deelt het niet. Dat je echt een, een grote zonde begaat. Want... Hij of zij heeft je dat ding gegeven om te delen. En dan moet je het gewoon ook delen. En het is heerlijk om mensen om je heen te hebben die, die dat ding ook supporten, weet je? En, en over support gesproken, Suriname. We hebben nu olie gevonden, hè? Het is een test. Want wat gaan we nu doen? Het hoofd, het hoofd koel houden. Ja, yeah, het hoofd koel houden en gewoon als ding te doen. En ik zie dit als een olifant ook. Uh, als iets wat we allang eigenlijk hebben. Mm. Het is allang daar eigenlijk. Maar je weet het niet. Dat is platform support Suriname. Het is iets wat jouw kind, jij zelf hebt. En op een gegeven moment krijg je dat aha moment. Mm. En daarvoor doe ik het. Yeah. Wanneer is dat, deze laatste editie? Het is zaterdag 1 februari in Thalia. Uh, de Inloop is om half acht. We beginnen sharp om acht uur mm -hmm. tot half elf. Mm -hmm. um, als je tickets zoekt, er zijn nog tickets. Early bird tickets. Uh, Technolobby, Susenzo so, en Talia. Mm -hmm. En check onze Facebook site. dus platform support Suriname. Het is geen reclame, hoor, maar het is een speciale, toch? Ja. Dus uh, <laughs> daarom krijgt ze even de gelegenheid. Maar, 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 het zit in je, hè? Uh, het, 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 het dichten, het bezig zijn met kunst. Ja. Maar naast het dichten doe je ook dansen. je Rader, wat nog meer? Uh, ik heb mensen lief. <laughs> belangrijk, ik leef, ik leef. Kijk, ik vind het belangrijk om. Uh, en men denkt vaak van, ja, Solile Pootje. Maar Pootje is maar één ste van wat ik doe. Mm -hmm. Pootje is eigenlijk mijn basis, mijn, mijn, mijn guru, mijn, mijn, mijn innerlijke stem die zegt van, hé, hey, Solile, doe dat, doe dat. Ik kom eigenlijk uit de radiowereld. Ik heb bij Phonics gewerkt, heel lang. Ik ben uh, aan, aan eigenlijk de basis van Phonics geweest. We hebben dat allemaal opgebouwd. Op, op, op Daarnaast heb ik uh, bij Belmont Park Theater, als je dat kent in Amsterdam, dat is een groot theater. Uh, eigenlijk de Black Theater. Daar heb ik een sterke PR-functie gehad. Mm. Ook programmering. Um, en hier gaat het om echt uh, dingen als reclame. Uh, als jij bijvoorbeeld met iets zit met je bedrijf, bijvoorbeeld een telezuur die weer een campagne gaat doen. Give us a call. Mm -hmm. you know, um, wij nemen je zorgen van je weg. <laughs> okay. En we zetten het creatief. Ik ben van de creatieve boodschappen. Mijn business, als iemand mij vraagt, is verhalen delen. Mm -hmm. En het medium, dat verhaal vindt het medium. Mm -hmm. En het medium gaat over tv, uh, toneelstuk, reclame. Het maakt niet uit. Het verhaal moet gedeeld worden. Als je nu in spoken word ons zou vertellen waarom we naar deze laatste editie van Poetry and Beyond moeten gaan, dan luisteren we. Ik weet, tijdens het luisteren, luisteren je om te luisteren. Maar dit keer is het luisteren voor het gehoor, voor het zien, voor het beleven, voor het leven. Want het is Poetry and Beyond. Het klopt weer aan je deur. Wat ga je doen? Open doen, dicht laten? Het is jouw keuze. 1 februari kan je die keuze maken. Kom beleven. Kom verwennen. Kom tranen. Kom gieren. Want dit zijn wij. Wie? Sranang. Wie? Famiri. Wie? Wansani. Koarki. Arki. Kom. Kom gewoon. Ik zie je daar. Sulila. <laughs> Direct zo hoor. Ja, ja. Zo blinker. Ja. Nou, heel veel succes. Ik merk het. Dus hierna zullen we elkaar zeker spreken. Ja, want dan moet zeker ik weten. zeker weten wat er volgt na ja. deze laatste editie van Poetry and Beyond. Jullie zijn daar toch? Absoluut. ATV. Jullie hebben het gehoord. ATV is daar. Ja. Oké. Okay. Camerabanket. Bank banket die staat er. Hij is ook familie, hè? want hij noemt ons mams en zus. Dus zo zie je familie. We hebben allemaal elkaar nodig. Dankjewel voor de opportunity. Ik apprecieer het. You're welcome. Yes, alsjeblieft. Heel veel succes. Kijkers, dat was dus Sulile Blinker. En met haar heb ik gesproken over uh, eigenlijk een beetje niet alleen het uh, dichten, maar alles dat uh, daar omheen zit. U heeft gehoord wat ze zegt. Het dichten is één 800ste wat ze doet. Dus dat betekent, er, is, er zit veel meer in. Het is de laatste editie van Poetry and Beyond, dus we gaan haar volgen om te kijken met wat voor moois ze nog komt. Dus 1 februari zijn we met z'n allen in Italië. Maar u gaat niet weg, want zo meteen ben ik er met een ander gesprek. Tot dan.